Hoi en wat super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Carlijn Tukkes en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we weer aan de slag met de Oasis Biohart. Een hart wat ik al vaak heb opgemaakt, maar er zijn zoveel mogelijkheden om zo'n mooi hart op te maken. Daarnaast kreeg ik heel veel de vraag van, goh, kan je hem een keer helemaal gevuld opmaken? En dat ga ik vandaag doen, want door een bepaalde techniek te gebruiken van steken, kan je een heel mooi bol hart maken. Dus dat gaan we vandaag doen. Heb je er zin in, doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis en blijf je op de hoogte voor alle leuke video's die ik maak. En wil je dit pakket bestellen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of de Oasis Bio Los, kan eventueel ook. En dan zou ik zeggen, laten we gauw beginnen. Ik heb heel veel bloemen, want er gaan veel bloemen in. Maar dat is ook heel erg mooi, want dan krijg je een mooi rijk gevuld. Ik heb hem al even vol laten lopen met water. Dus we kunnen gaan beginnen met steken. Om een mooi bol te krijgen, beginnen we aan de buitenkant. Waarna we naar binnen werken op een bolle manier. Dus dat ga ik jullie vandaag laten zien. Ik gebruik heel veel verschillende soorten bloemen om een mooi gevarieerd geheel te krijgen. Natuurlijk is het belangrijk om de bloemen goed schuin aan te snijden. En we steken de bloemen er mooi compact in. Ik doe het jullie stap voor stap voor. Ik heb dus verschillende soorten bloemen. Waaronder rozen, maar ook andere bloemen zoals distel. En belangrijk is dat je even de zijkant opsteekt. Normaal gesproken heb je al gauw de neiging om midden te beginnen en allemaal rechtop te steken. Maar dan blijf je altijd mooi een rand houden. En je wil juist die mooie bolling, dat je die rand niet ziet. Dus we beginnen juist met de zijkant op te steken. Daardoor gaat er wel nog meer materiaal in zo'n hart. Maar het is wel echt een stuk mooier, vind ik zelf. Ik begin even met distel te verdelen. Let op dat je het puntje er goed in houdt. Dus precies het puntje doe ik er ook eentje. Die heb ik al mooi verdeeld. En vanuit daaruit werken we ook zo naar binnen. Dus ik verdeel ook alvast de distel die ik dan nog over heb in het midden. Dan heb ik verschillende kleuren rozen. En ook deze verdeel ik. Vanuit buitenuit steek ik die erin. En je snijdt alles eens goed schuin aan. Nog eentje daar. Ik heb er hier 5 van, dus hier verdeel ik er 5 van. Dan gaan we verder met de trosroosjes. Normaal gesproken kan je ook gewoon echt met de buitenkant beginnen. Maar omdat ik zoveel verschillende materialen heb en de verdeling wel goed wil hebben, doe ik het toch op deze manier. Maar gebruik jij minder soorten materialen, dus minder soorten bloemen, dan kan je gewoon met buiten beginnen en dan naar binnen werken. Maar ik hou dus goed in de gaten dat dit straks mooi overloopt. Daar werken we weer naar binnen. En zoals je al kan zien, hou ik een beetje die bolling aan. En straks tussendoor vullen we hem dan ook verder op met andere materialen. Super mooi. Dan heb ik wat anjes. Ze zijn al wat verder uit. Dat vult wel mooi op. Het is een heel mooi kleurtje erbij tussen. En ik heb wat mooie dikke rozen. Die doe ik ook wat meer bovenop. Zodat je mooi die bolling houdt in het hart.
Dan heb ik mooie duizen, gewoon een mooi groen fris kleurtje. Maar ik heb ze ook met een bloemetje. Ik gebruik beide. En als ik dus aan de zijkant steek, dan steek ik hem mee. Zodat hij echt overloopt en dat je een bol hartje krijgt. Ik snij alles heel goed schuin aan. Daarvoor gebruik ik echt een bloemenmesje. Zorg dat je mesje goed scherp is. Dan heb ik mooie kleine grisantjes. Die vind ik in dit soort stukken altijd heel mooi ertussen staan. En dit kleurtje maakt hem mooi fris. Ik pak weer goed de zijkanten mee. En zoals je ziet begint hij dan hier ook mooi over te lopen. Ik loop hem straks helemaal aan de zijkant ook na. Zoals je ziet loopt alles heel mooi door. Dan zie ik qua verdeling dat ik het mooier vind om deze reep uit te halen en deze er onderin te doen. Qua verdeling en qua vorm vind ik dat heel erg mooi. Kijk, prachtig. We vullen hem mooi verder op en we houden dus die bolling aan. En zoals je kan zien krijg je dan een hele mooie bolling in je hart. Van buiten naar binnen. Echt meer een kussentje. Echt prachtig. Ja, ik vind het heel mooi om op deze manier een hart op te maken. Veel mooier dan dat je alleen de bovenkant insteekt. Dus met deze techniek heb je een heel mooi overlooppunt hart. Wil je dit pakket nu bestellen of wil je het zelf maken? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uonlinebloemist.nl. Wil je hem liever in een andere kleur maken, dan kan je dat aangeven. En hoop dat jullie dit weer een leuke video vonden. Ja, de ondergrond is gewoon al prachtig. Door alleen met mooie bloemen te werken, kan je dan echt al een heel mooi bloemstuk maken. Hè? De Oase Bio is eventueel ook los verkrijgbaar in onze webshop. Dus dan kan je hem ook los bestellen. En ik hoop dat je het weer een leuke video vond. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Laat hieronder weten wat je van deze video vond. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En dan zie ik me de volgende keer weer. Doeg!